Pavel is geboren in South London. Sinds september 2007 is hij ingezegd predikant in de Seventh Day Adventist Church. Wanneer we zijn naam googelen, dan is de eerste hit zijn site. Daarom schrijft Bobby zichzelf in 5 woorden: contemplative, creative, cool, calm en comedic. Als artiest doet hij het goed. Zijn Facebookpage stelt 1064 fans. Ook is hij vorig jaar genomineerd voor de Mobo Awards met zijn debuutalbum. En hij heeft ook preek op YouTube staan. There's a story in the Bible, isn't there? It's not just a story like you tell, like a fairy tale. It's God's story because it's God's action. The way that God is moving in the world to bring about his will. So when we're reading in the word, I believe that we're supposed to be looking to find ourselves in some way. Does that make sense? En deze waarheden deelt hij ook op Twitter. Verder is hij ook op Instagram actief. En hij houdt van gebouwen. En op dit platform heeft Bobby aangegeven dat hij uitkijkt naar deze dag.